In het project van vandaag laat ik jullie zien hoe ik een tissuehoudertje maak. Nu, ik had dat eerst al een keer uitgetekend met SketchUp, maar moeder de vrouw kwam plots met een ander formaat af. Ik heb hier nog een pak met slechte latten liggen. Dat gaan we ervoor gebruiken. Hè. Ik ga ze eerst even bruut weg op iets van een 62 zagen. Ik zaag ze naar 62, want als ik ze door de van diktebank haal, dan heb ik op de uiteinden altijd een aantal centimeters waar dat niet mooi gelijk geschaafd is. En dan krijg ik elke keer twee stukken uit die lengte. Als ik ze dan van lengte heb gezaagd, dan zaag ik de tand in de groef eraf. Ik zaag ze nog niet van breedte, dat doe ik later. Dan gaan we een aantal planken aan elkaar lijmen, zodoende dat die eigenlijk al wat kunnen drogen. Dan kan ik die straks ook door de van diktebank halen. Nu, ik lijm er twee aan elkaar, die dat dan ook weer 62 zijn. Zo zijn die lang genoeg voor de boven- en de onderkant. En ook ineens breed genoeg. Als ik die achteraf door de van diktebank heb gehaald, maak ik die uiteraard naar dikte. En dan moet ik ze enkel inkorten en op breedte zagen. Nu gaan we alles vastklimmen, maar ik heb maar een beperkt aantal klimmen. En dan zeker klimmen die dan lang genoeg zijn, dus dat was wel even een lastige. Maar ja, moeilijk gaat ook zeggen we altijd, dus zult dat wel zien. Dat niet echt van een leien dakje liep. Maar het is goed gekomen, we hebben het kunnen lijmen. En het is goed gelijmen, dus dat is uiteindelijk het belangrijkste. Hè. Ik kan weer al drogen. Dan ga ik die latten zagen waar ik dus eigenlijk de zijkanten en de voor- en de achterkant ga uithalen. Ik zag die op breedte, die zijn 6,5 centimeter. Als ik die aantal latten naar, op breedte heb gezaagd, dan gaan we die van dikte schaven. Ik schaaf ze allemaal naar 8 mm. Zowel de zijkanten als de boven- en de onderkant. Dan even de kopjes recht zagen en dan kunnen we ze afmeten. Hè. Voor de zijkanten heb ik 23 centimeter genomen en de voor- en de achterkant is 13 centimeter. Dan gaan we in de twee zijkanten en in de achterkant of in de voorkant, nog lang dat je het wilt noemen, een groef zagen, zodat we daar achteraf de bodem kunnen inschuiven eigenlijk. Hier doe ik de achterkant korter, omdat daar de bodem eigenlijk overschaaft.
Dan schuiven we de dekseltjes van dikte. En de bodems schuiven ook ineens van dikte. Zagen die op maat. Dekseltjes die zijn 24,5 op 13. Dan gaan we alles ineens even lekker opschuren. Ik ben daar snel over gegaan, eerst met een korrel 120 en dan onmiddellijk met een 240 voor hem af te werken. Nu, die afwerking er is iets wat mijn vrouw achteraf gaat doen. Dus voorlopig blijven die gewoon zo, natuurlijk. Dan frezen we daar overal een ronde kant aan. Nu, bij die bovenplaatjes, dat is eigenlijk altijd wel belangrijk, is dat je eerst de kopse kanten freest en dan pas de langskanten. Dan heb je minder kans dat je hout uitscheurt. We gaan daar ineens twee gaten in boren, zodat ik de opening van boven er kan uitzagen waar het, de zakdoekjes uitkomen. We doen dat met een heel fijn zaagje, dat we echt heel nauwkeurig kunnen werken. En als we deze hebben uitgezaagd, dan gaan we ook hier langs binnen een ronde kant aantrekken. Dan heb ik al mijn onderdelen eigenlijk voor het bakje in elkaar te lijmen. Dan moet ik juist de bodemplaatjes nog doen, maar daar wacht ik mee totdat het bakje gelijmd is. En dan kan ik het echt elke keer passen, een beetje bijzagen, passen, een beetje bijzagen. Voilà, alles nog eens even perfect op zijn plaats leggen. En dan zet ik daar een aantal klemmetjes op. En dan kan dat zo ook weer even drogen. En als dat droog is, dan beginnen we aan de bodemplaatjes. Nu, voor die bodemplaatjes, dat is echt elke keer zo, millimeterke per millimeterke langs links en langs rechts afzagen. En dan een keer passen. En dan op de kopskant ook nog even een aantal zaagsnedes en dan zijn we er eigenlijk. Daaronder heb ik er ook nog een gat in geboord om het doosje makkelijk open en dicht te doen. En deze rond ik ook even snel af. Voilà, dat was het. Ik hoop dat je het wel leuk vond. Zoals ik al gezegd heb, mijn vrouw gaat de rest verder afwerken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.